Ik zie een roze taart met HVB. Waar staat HVB voor? Heel Phoenix bakt. Dat is deze wedstrijd. En wat is de reden dat u voor deze taart heeft gekozen? En wat heeft u er dan ook in gedaan als u dat wil delen met de kijkers? Ja hoor, mijn botercrème, daar heb ik nu frambozen doorheen gedaan om een Valentijnstintje te geven. Banketbakkersroom, dat was, moet ik zeggen, wel voor het eerst. Wel even proefgebak. En een merengue hartjes. Dus ik denk, nou ja, gewoon even creatief. Ik ben niet zo creatief, ik ben meer van de, nou ja, robuuste, maar wel lekkere taarten. Maar ik wou het er ook een beetje leuk uit laten zien. Dus dat was voor mij wel een uitdaging. Dat kan wel. Dat ze daar dan prijzen, maar even. Heb je die dan losgemaakt, die vormt bloemetjes? Of nee, heb je die opgespoten? Daar ter plekke opgespoten? Ja. Dan spuit je het zo, ja. En het uitrollen, hoe heb je dat gedaan? Ja, dat is gewoon, ja, een kwestie van uitrollen. Ja, dat snap ik. Met poedersuiker eronder? Ja. En doe je dat, maak je vaker zo'n taart? Heel vaker. Ja? Dus als er iemand jarig is in de familie, dan vragen ze jou aan Emma, kun jij een taart maken? Ja, dat hebben ze nog niet echt gedaan, maar voor mijn eigen verjaardag bak ik wel vaak taart. Nou, broer en zus die samen een taart maken. En hoe lang ben jij er wel niet mee bezig geweest om een taart te bakken? 5 uur. 5 uur? En 2 uur tot en met 7 uur. En hebben jullie dat vanochtend vroeg gedaan of gisteren al? Gisteren. Ik zie dat jij cupcakes hebt met hele mooie hartjes. Hoe heb je dat gedaan? Nou, eerst een cake bakken. Ja, en daar hartjes uit snijden en dan nog een keer de cupcake bakken met het hartje erin. Ja, jullie hebben samen een taart gemaakt. Wat is de reden dat jullie hier aan meedoen? Nou, we vinden het gewoon heel erg leuk om te bakken. Maar we hebben eigenlijk nooit een echte taart gebakken. Maar ja, en we willen heel graag winnen. Ja, en we hebben nog nooit aan een wedstrijd meegedaan. Dus dit is wel heel leuk om het eens een keer te doen. Ik heb een taart gemaakt die ik altijd maak, als ik een taart maak. En ik heb er fondant overheen gedaan. En ik ben er gisteren eigenlijk bijna de hele dag mee bezig geweest. Het was vooral moeilijk om die kleine bloemetjes eruit te halen. En om die kleine bloemetjes, nou, grote bloemetjes te maken. En hoe bent u er zo toegekomen om met heel Phoenix Bak mee te doen? Ik heb een uit de hand gelopen hobby en ik heb hier binnen bij Blend al een aantal keer een workshop gegeven. En toen ze het aangaven dacht ik, ja, dat moet ik doen. En met Sinterklaas was het te druk, maar ik moet heel eerlijk zeggen, met Valentijn heb ik dit is mijn derde taart dit weekend al. Dus ook Valentijn is druk. Dus als ik hem zo proef en ik denk van hij is lekker, dan kan ik er wel één bij u bestellen? Dat kan, ja. Ja. Volgens mij zijn jullie wel de allerjongste taartenmakers. Wat denk jij? Mijn mama die heeft niet veel meegeholpen, maar wij hebben wel dus meer gedaan van de taart. Die heeft van het publiek de meeste stemmen gehad bij de volwassenen. Dus taart nummer 3. Alsjeblieft. Ik heb dat ding van mijn dochter.